Het ambulancepersoneel is het zat en doet de hele week niet meer dan het minimale dat er van ze verwacht wordt. We hebben tekort personeel, waardoor tekort auto's. Uh, vandaag ook weer vijf auto's uitgevallen. En uh, ja, we moeten toch met een klein clubje mensen uh, dat gaan doen. De directie van Ambulance Amsterdam begrijpt het verzet, maar is het niet eens met de manier waarop. We vinden het jammer dat er al uh, nu gekozen is voor uh, het voeren van stiptheidsacties. Terwijl we uh, liever hadden gezien dat de weg gevolgd was door eerst met elkaar om tafel te gaan zitten. Volgens de actievoerders is de maat vol. Er moet meer personeel komen en het salaris moet omhoog. Maar de directie ziet andere bestemmingen voor de beschikbare middelen. Nou, de minister heeft extra geld uh, vrijgegeven voor de ambulancezorg, en, uh, met als zienswijze om daarmee te kijken hoe we de ambulancezorg in de brede basis kunnen versterken. En daar horen uh, arbeidsvoorwaarden bij, er hoort scholing bij, uh, activiteit om nieuwe medewerkers binnen te krijgen. En de zienswijze op dit moment van de bond is om het uh, met een uh, eenmalige uh, gratificatie uh, uh, uit te betalen. Maar dat lost in onze zienswijze op de langere termijn het probleem niet op. Dan moet je die mensen wel zien te krijgen. En als je, voorlopig zitten wij nog dik onder het salaris van een uh, verpleegkundige uit het ziekenhuis. Dus de motivatie om hier te komen, te komen voor, de, voor, de, voor het salaris, die is er in ieder geval niet. Volgens Michel komt er door de actie niemand in gevaar. Zeker niet. Kijk, Wij zijn van de zorg, wij zijn voor de patiënten. En uh, als iemand niet de dupe moet zijn, is het de patiënt.